Bij het nieuwe ANWB-gebouw in Den Haag demonstreerden afgevaardigden van de Wegenwachtorganisaties uit Zwitserland, Engeland, Duitsland, België en Nederland welk een arsenaal van materiaal en kennis de Europese automobilist bij pech ter beschikking staat. Al deze auto's en motoren waren hierheen gekomen ter gelegenheid van een conferentie waarbij de chefs van dienst van de Wegenwachten uit geheel Europa de koppen bij elkaar staken om de mogelijkheid van samenwerking onder ogen te zien. Voor controle van de snelheidsmeters beschikt de Zwitserse Wegenwacht over de modernste precisieapparatuur. De gezamenlijke Wegenwachten maakten na de demonstratie met hun motoren en auto's een rondrit door Den Haag. Men kon hier ook de Nederlandse repatriëringswagen zien, waarmee auto's die in het buitenland zijn blijven steken keurig naar huis worden gebracht. Het voorbijtrekken van de demonstrerende meute Wegenwachters maakte een eenzame pechvogel wanhopig. Maar niet voor lang. En zo is er nu in ieder geval één dame in Nederland die ervan overtuigd is dat samenwerking der Wegenwachten zeer prettig kan zijn.